Ik ben uh, Sander Terphuis, uh, geboren in Teheran, Iran. Ik kwam als vluchteling naar Nederland. Uh, toen was ik 18 jaar en ik snakte al uh, in mijn jonge jaren naar, de, naar vrijheid. Ik wil heel graag architect zijn van mijn eigen leven. Uh, in Iran deed ik aan sport, aan topsporten. Ik was daar worstelaar. En mijn hele vlucht naar Nederland heb ik eigenlijk ook te danken aan dat worstelen. Ik werd namelijk geselecteerd uh, voor deelname aan wereldspelen voor gehandicapten die in 1990 in Assen plaatsvonden. Ik zat in het Iraanse selectieteam, uh, worstelselectieteam, en um, ik heb namelijk ook een visuele beperking. Van geboorte ben ik uh, slechtziend. En na mijn deelname aan de wereldspelen in Assen heb ik eigenlijk de stap gezet en uh, gevlucht, uh, zoals gezegd naar de vrijheid. En in Nederland een nieuw leven opgebouwd. Uh, ik heb eerst de taal geleerd, want ik zat in Friesland en daarna het Nederlands uh, heb ik mijn eigen gemaakt. In Nederland heb ik rechten en filosofie gestudeerd en ik werk al heel wat jaren voor de Rijksoverheid. En daarnaast probeer ik van, op allerlei manieren mijn bijdrage te leveren aan, uh, aan Nederland, aan mijn uh, geliefde thuisland Nederland, die ik ontzettend dankbaar ben uh, dat hij mij ja, de mogelijkheid heeft geboden om hier een nieuw leven op te bouwen. Um, en vanuit die overtuiging geef ik ook graag lezingen door het hele land. Om mensen bewuster te maken van het belang van bijvoorbeeld vrijheid. Van het belang van mensenrechten. Van het belang van, van meerwaarde zijn voor jezelf, voor de omgeving, voor de samenleving. Um, dus zo heb ik ook een boek geschreven. Dat is De worstelaar. He, ik vertel het al, he, ik deed dan worstelen. En hier heb ik ook als het ware de worsteling naar de vrijheid, naar een nieuw leven opgeschreven. Om um 18e in mijn eentje begonnen, een hele pad uitgestippeld. En, uh, en, 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 en dat gaat gelukkig goed. En ik wil ook graag ja, die energie en dat optimisme overbrengen in de samenleving. En dat doe ik dus uh, onder andere via de lezingen. Ik geef bijvoorbeeld lezingen over het belang van mensenrechten. Lezingen over de integratie. Hoe kun je nou het beste inburgeren. Maar ik geef bijvoorbeeld ook lezingen over het Midden-Oosten. Hoe dat daar uh, allemaal zit qua verhoudingen en spanningen. Maar ik geef bijvoorbeeld ook: een heel mooi thema is over de Persische poëzie. Als je van gedichten houdt, uh, kun je me gerust uitnodigen. Ik zeg ook altijd, niet Iran, maar Persie, omdat hij zoveel schoonheid in zich draagt. Dus spreek dat u aan, nodig me vooral uit. Uh, ik kom graag langs, of we nou gaan door bibliotheken, of we nou gaan door boekenhandels, of bij uh, gemeenten, of uh, wat dan ook, uh, rotaries. Uh, graag bereid om langs te komen voor een boeiende avond.